maken. Ja. Dat is wel handig, moet je 20 keer scannen. Ja. Deze heb ik bij de boogfruit gehad, want ik ben hier gek op. Heerlijk. Ja. Vier zakken bij de hoofdvriend. Zo, en als de oppasmama vol zit, die krijgt dan eten. Jij krijgt al genoeg. Een hele goede middag allemaal. Het is vandaag vrijdag 9 augustus 2019. Ja, het is nu net 1:30 geweest. Kijk maar, 1:30, 1:30. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Jawel, kijk. Ja, wij hebben dus al boodschappen gedaan. Rodi heeft post. En dan gaan we dus nu even kijken wat voor post. Kijk aan. Tromperoffel. Zit erin. En brief. Een hele hoop briefjes. Het zit overeenkomst in twee van. Steking van dat. En een legitimatiebewijs. Ja! Ja, heel veel dingen dus. Oké, ben je er blij mee? Het is wel spannend, ja. Mooi! Dat is leuk. Even een contactbevestiging. En een retour envelop. Ben je er blij mee? Ja! Waarom? Dus, misschien weer een leuk werk. Scheelt weer. Ja, maar waarom? Vind je het leuk? Het is weer een mijlpaal. Een mijlpaal dat ik ergens mag beginnen. Dus dat scheelt weer. Mhm. Ik heb even papieren gaan invullen thuis. Ja. Ja. En er zit een pasje bij. Misschien een identiteitskaart voor beveiligers. Dat is leuk. Gewone pas, weliswaar, maar toch. Dus het is weer even. Een stap dichterbij. Een stap dichterbij het echte werk. Mooi. Ja. Nee, dat is leuk. Ja, het is wel spannend. Wel leuk, maar leuk van spannend. Mooi zo. En daar doen we het voor, toch? Natuurlijk doen we het daarvoor. Mooi zo. Ja, we zijn dus alweer een tijdje thuis. Ja, Blue is er ook alweer. Kijk, daar is Blue. En we gaan eventjes een vlogje opnemen. Rodi gaat sowieso even straks even afwas doen. Moet ook gebeuren. Ja, dus even kijken hoe snel hij kan afwassen. Ja, en mijn orchideeplant die gaat weer trouwens in de bloei, hè? Kom maar kijken dan. Kom kijken dan. Kijk, hier zit weer een dingetje aan. Daar zit weer een dingetje aan. Oeh, dat zijn bladeren. En hier komt weer een dingetje ook weer aan. Hier is een luchtwortel. En hier een dingetje. Een luchtwortel, ja. En hier komen ook weer allemaal nieuwe dingen aan. Oké. Dat is leuk. Ik heb gewoon even het advies van buurvrouw even opgevolgd. Oké. Ja, precies. Nou, we gaan dus eerst nu een croissantje eten en dan gaan we even jullie meenemen in de boodschappen die we hebben gehad. We gaan even een boodschappenvlogje opnemen. Ja, en Rodi neemt mijn telefoon over en hij kan ook praten. Scheelt weer. Ben jij met de suiker bezig? Ik ga met de suiker bezig, dat is wel stuk. Dat is wel handig, niet te openen. Hoeveel gaat erin eigenlijk? Geen idee. Drie kwart zakje ongeveer? Ja, denk het zoiets. Je doet hem lekker vol. Kijk nog altijd. Nou,
Nou, is niet wijd, maar wel lekker op zijn tijd, dat zou mijn moeder zeggen. Hé, mam? Wil het niet? Nee, dat wou niet wat ik wou, nee. Hmm. Heeft wel wat te willen. Nee, en bij mij nooit. Oh, dat schat, ja. Zo, suiker zit er bijna in. Pak ik even hier nog even één. Kijk, suiker in zit hier niet. Ik moet eigenlijk gewoon even lepeltjes maken en dat hier op. En kijk, daar kan suiker in. Zo, hartstikke mooi. Die kom je daarin. Hartstikke mooi. Top. Oké, we zijn bij twee winkels geweest om voor boodschappen. Aardappelen hebben we gehaald bij de Hoogvliet. Dat was 5 kilo voor 4 euro. Die mag ik bij zo'n euro ook doen. Kippie hebben we weer gehaald. Kip hebben we gehaald weer bij Kippie. En nee, we worden er niet voor gesponsord. We hebben 2 treien eieren gehaald. Ook bij de Hoogvliet. Ze zijn overgegaan van bruine eieren naar witte eieren. Want dat zijn uitloop-eieren volgens mij. Voor weet ik het ook al. Schouw-eieren, medium. Ja. Dus dat moet zometeen erbovenop. Ja. Mag ik er even bij dat je even een stukje naar achteren toe gaat? Een stukje. Wat kijken. Yep. Nee, mam, ik roep er niet hoor. Nee. Maar ook die dozen die zijn wat niet meer zo stevig. Oké. Heb ik al in de gaten. En dat gaat in één keer goed? Ja hoor, dat gaat in één keer goed. Mooi. Als je niet weet hoe je dit moet doen, ja, dan gaat dat in één keer goed. Oké. Zo. Zo, die hebben we ook gedaan. Mooi. Dan hebben we de volgende. Even kijken, waar begin ik? Deze. We hebben appeltaart. Lekker. Ja, deze doe ik even in de kast terug. Ga ik er vast een stukje voorproeven? Nee. Jammer. Jammer, hè? Ja. Even, deze mag je zo meteen weer uitschriftelen. Zo. Geldt, ja. We hebben dus appeltaart bij de Jumbo. Nee, we worden erin niet voor gesponsord. Zoete stengels hebben we daar 2 maal van. Ja, zoute stengels. Zoute stengels en zoete stengels hebben we ook. Ook van de Jumbo. De blauwe en de groene stengels. Ja. Dan heb ik nog Classic zuivelspret naturel gehaald. Ook bij de Jumbo. Hier 3 pakken van die zoute sticks. Ja. 3 pakjes van, goedkoper, want de normale flesje was iets van 93 cent en dit was 44 cent. Dus goedkoper. Hier zit meer in. Ja, die andere was iets van 180. 180 gram en dit was 200 of zo, ja. Iets in die buurt. Oké. Deze heeft droog gekocht, ook bij de Jumbo. Lekker. Lekker worst. Gekookt worst. Lekker. Dan heb ik kaas gehaald en bij de Jumbo 2 maal. 2 blokjes. En we hebben 3 maal kipfilet gehaald. Want hier ga ik wat mee doen, want dat heb ik van mijn buurvrouwtje schijnonder geleerd. Sorry, ik ga de recept denk ik hieronder opschrijven, maar ik kan het ook gewoon zeggen. Nee, huh? Geheim recept, niet doen. Het is gewoon lekker. Het is gewoon met kruiden en met de saus eroverheen. Maar wat voor saus, dat is een verrassing. En wat voor kruiden is ook een verrassing. Ja, precies. Maar het is altijd lekker. Hier ga ik ook wat mee doen en dan kunnen we het morgen weer lekker koud opeten. Zit er sambal bij? Geen idee. Kan. En dan hebben we een cadeautje voor je mama. Ah, oké. Ja, die. Ja, die. Hartstikke idee. Dus 1 tas weer leeg. Gaat even daar naartoe. En dan hebben we nog het een en ander. Ja.
Hier heb ik 20 van gehaald. Ook bij de Jumbo. Die waren wel handig. Je hebt zo'n scanapparaat gebruikt, hè? Ja. Dat is wel handig, moet je 20 keer scannen. Ja. Deze heb ik bij de Hoogvliet gehad, want ik ben hier gek op. Heerlijk. Ja. Die ook bij de Hoogvliet. 4 zakken van. 4 zakken, ook bij de Hoogvliet. Mooi. Bij de Hoogvliet gedaan. Nee, ik word er niet voor gesponsord door mensen. Totaal jammer. Niet. Jammer. Dan heb ik voor mezelf. Oh. 4 zalmsalaatjes. Met ei. Met ei. Ei en ei. Hier dus 4. En voor mijn mama, morgen. Voor 10 augustus, heb ik rundvleessalade gekocht voor haar. En daar mag ze 1 van en ik heb de rest. Oké. Okay. Of 2 en ik ook weer 2. Goeie verdeling. Dat bedoel ik. Dus dat was even de shopvlog van ons. Van vandaag. Van vandaag. Yes. Lovely die heeft net een lekkere knuffel van me gehad op schoot. En nou wou ze er vanaf. En ze gaat weer lekker spelen met de zus. Wat else? Hè? Wat else, hè? Zo, en als de oppasmama vol zit, wie krijgt dan eten? Jij krijgt al genoeg. Je zus mag. Je zus mag. Is goed voor je. Nee. Lovely, nee. Nee is nee. Dat weet je. Is goed, is van jou. Het is oké. Mag jij lekker oppeuzelen. Een hele goede avond allemaal. Ja. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe al die 4 dingetjes. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Reactie achterlaten. En wat was er nog meer? Ja, die andere week even niet meer. Weet jij die? Ik zou zeggen, doe het. En dan komt het helemaal goed. Doei!